Hartelijk welkom bij Studio Feyenoord Nieuwe Stijl, ons wekelijkse programma op vrijdag, waar we in een ruim programma, een half uur durend vanaf 19.08, alles gaan bespreken wat met Feyenoord te maken heeft. Dat gaan we doen met John de Wolf, die wekelijks bij ons terugkeert aan tafel. John, van harte welkom. Ja, dank je. Heb je er zin in? Ja, ik heb er zin in, ja. Nieuw seizoen, nieuwe kansen, nieuwe ideeën, dus ik ben heel erg benieuwd. En we zitten op 19.08, eigenlijk het zenuwcentrum van Feyenoord. Dat is prachtig hier, hè? Ja, het ziet er fantastisch uit. En het is het wel holala voor een speler, voor een staf, om hier te mogen werken. Dus in alle rust. En dat was vroeger nog wel eens anders. Ja, voorheen deden we een kwartiertje voorbeschouwd op de wedstrijd van het weekend. Dat is nu het dubbele. Hetzelfde is gebleven dat er een selectiespeler aanschuift. En de eerste is Jens Toornstra. Jens, van harte welkom. Ja, valt niet te missen dat jij vandaag de gast bent. Dat heeft ook te maken met je coververhaal in het nieuwe Feyenoord Magazine. We hebben een half uur, zei ik, maar ik ga eerst maar de vraag ter vragen stellen. Hoe gaat het met je? Gaat goed. Tenminste, ik ben gezond, dus het gaat goed. Wel kleine enkelblessure. Ja. Dus zondag tegen Sparta gaat het voor mij niet worden. We gaan voorbereiden op Sparta, maar ik ben er zelf niet bij. Maar goed, ik ben aan het revalideren en ik hoop natuurlijk zo snel mogelijk terug te zijn. Ja, John, vervelend, enkel blessure altijd. Hoe deed jij dat vroeger? Spuit erin en gaan? Ja, tijden zijn natuurlijk heel erg veranderd met vroeger. Hè. We mogen niet meer vergelijken met vroeger. Ik ga ook niet zeggen dat het beter was vroeger. Er zit veel meer achter. Wij deden nog wel eens een spuit erin en dan gingen we weer. Ik zeg niet dat het goed was, want in sommige gevallen heb je daarna krijg je dan misschien niet de meest duurzame oplossing. Last. En, weet je wel, hier lopen vakkundige mensen. Hè. Dokter Kasper is vakkundig, dus die weet precies wat hij wel en wat hij niet kan. En het is ook nog vroeg in het seizoen, dus ik denk dat het ook belangrijk is als je een blessure hebt, dat je daar goed van geneest, zodat je als je er komt, dat je er ook kan blijven staan en niet geforceerd. Het is een ongekend vervelend moment om geblesseerd te raken. Geblesseerd raken is altijd kloten, maar zo vlak voor de start van de competitie, kutter kan niet, om het maar even plat te zeggen. Ja, nee, dat is niet fijn. Het team is natuurlijk in opbouw en je bent met elkaar in de voorbereiding bezig om, om naar vastigheden te werken. En dan is balen dat je de week voor de competitiestart eruit ligt, zeg maar. Dus timing is niet top, al is een timing bij blessure nooit goed. Ja, van de zomer van 2021 naar de zomer van 2022. Een jaartje erbij. Ja, wat zegt dat? Dat zegt dat ik hier goed op mijn plek ben, denk ik. Ja. Tenminste, dat weet ik zeker. En ik denk dat Feyenoord mij ook graag erbij wil hebben. Anders krijg je geen contractverlenging voorgeschoten. Dus van beide partijen positief, denk ik. Maar Jens, heb je met de nieuwe trainer gesproken voordat je die jaar verlengde? Ik heb gesproken over de ideeën en hoe hij mij zag. Het is niet dat mij de doorslag gaf, hoor, want ik heb zelf een bepaald gevoel bij de club en dat was voor mij al duidelijk genoeg om sowieso bij te tekenen. Maar je wil altijd wel weten hoe de nieuwe trainer denkt. Ja. En wat denkt hij? Wat zegt hij dan? Wat, als jij zoiets vraagt van hoe kijk je naar mij, wat was zijn antwoord? Nou, dit was niet zo van kun je mijn basisplaats garanderen of zo, maar hoe wil je spelen, waar zie je mij, dat soort dingen. En waar moet je op focussen? Nou ja, middenveld natuurlijk. Ja. Maar in principe kan ik natuurlijk op de teampositie spelen, maar wij spelen nu met de punten achter. Dan heb je twee aanvallendere middenvelden staan. Ja, dat zijn ook posities waar ik zou kunnen spelen. Ja, het waren geen rare antwoorden die ik kwam ofzo, maar het is toch fijn om dat even te bespreken. Ja, maar hij zal wel aangeven dat hij in jou misschien een potentiële basisspeler ziet. Ja, tuurlijk. Ik denk ook niet dat een club zomaar gaat verlengen met de speler voordat ze zelf met de trainer hebben overlegd. Precies. Dus daaruit bleek eigenlijk, of uit het feit dat ze mij contract wilden verlengen, bleek wel dat de trainer het in ieder geval enigszins in me zag zitten. Ja, en de technisch directeur Sjaak Troost zegt dan, Jens is met zijn ervaring en leeftijd, 30 jaar inmiddels, een routinier. Ja. Dat is wel gek om te horen dan, denk ik. Ja, best wel. De jaren beginnen toch bij mij ook een beetje te komen. Nee, dat is leuk om te horen en is iets wat ik
uiteindelijk zelf heb neergezet. En ja, daar ben ik best wel trots op. Ja, er wordt gesproken dan ook dat je na je carrière, dat klinkt al alsof je aan het einde ongeveer beland bent, maar behouden blijft voor de club. Ja. Is dat al iets concreets? Nee, we moeten daar nog over in gesprek gaan. Ja, hoe we dat gaan invullen. Maar de intentie is er wel van beide partijen om daar iets mee te doen. Ja, zeg is dat, maar. Is dat nu misschien al de tijd dan om aan je trainersdiploma te gaan beginnen, nou ja, zo zijdelings? Dus, dat heb ik dus totaal niet. Dus trainer worden of assistent trainen of jeugd trainen, dat trekt mij nu gewoon helemaal niet. Dus dan zou ik liever bijvoorbeeld. Ja, op het stadion gebeurt ook heel veel buiten de schermen. Zit ook meer bij jouw studieachtergrond die je gedaan hebt natuurlijk. Precies, ja. En mijn voorkeur gaat daarna uit. Maar ja, je weet ook niet hoe de club erin staat. Maar ik zeg, we moeten daar nog over praten. Jij zei al, na NAC Feyenoord afgelopen seizoen 0-4. Jens moet zijn hele carrière, de rest van zijn carrière bij Feyenoord blijven. Zei je toen op Fox Sports. Waarom vind je dat? Omdat ik sowieso, ik hou van dit soort spelers. Niet omdat hij er nu naast zit, want je zegt het terecht. Ik zeg het ook als hij er niet bij is. Maar het is een harde werker. Het is een speler die je altijd, die je nooit laat vallen. En op meerdere posities kan spelen. Dus ja, het is in mijn ogen een echte Feyenoord speler. Ja, maar dan hij speelt veel wedstrijden. Hij moet heel veel wedstrijden spelen. Hij moet heel veel wedstrijden spelen. Ik. Ik heb me ook wel eens een keer geïrriteerd de jaren hiervoor. Dat hij dan aan de beurt was en dat hij dan niet speelde. Dat snapte ik niet. Maar ja, nogmaals, die tijd is voorbij. Hè. We moeten vooruit kijken. Maar ik denk dat hij zeker in deze selectie een vaste waarde moet zijn. En een voortrekkersrol moet gaan krijgen. Ja, je contractverlenging is een van de redenen dat je siert op het prachtige nieuwe Feyenoord Magazine, de cover en het coververhaal. Ja. Wij waren erbij toen Jens de fotoshoot deed voor het nieuwe Feyenoord Magazine te vinden op je deurmat als je legioenlid bent of anders te verkrijgen bij de betere boekhandels in Nederland. We gaan kijken naar de fotoshoot van Jens achter de schermen. Ja, Jens, de foto's zijn in ieder geval mooi. Het verhaal is ook mooi. De titel is Je krijgt mij niet zomaar opzij. Ja, dat kunnen we wel stellen. Ja, nu heel eventjes wel. Ja, alleen die gozer in die ene oefenwedstrijd. Ja. Nee, dat is ook zo, denk ik. En wat John ook net zegt, ik heb een aantal keren periodes iets minder gespeeld, maar ja, ik liet me daardoor ook niet van de wijze brengen. Dat was eigenlijk ook de insteek van die uitspraak. Ja, dat was een beetje letterlijk en figuurlijk, hè? Want je hebt enorm hard gewerkt in een periode dat het minder goed met je ging. Dat je op de bank belandde onder Fred Rutte, geloof ik, heb je extra hard aan je lichaam gewerkt. Je bent een aardige, breed gespierde man geworden. Ja, dat klopt. Was het in de periode van het eerste jaar van Bronckhorst was het. Maar toen speelde ik inderdaad een langere periode niet, echt 2-3 maanden geloof ik. Ja. En toen ben ik wel echt aan mezelf gaan werken, in de gym dan vooral. Om daar dan nog enige ontwikkeling te zien, omdat op het veld was ik veroordeeld tot de wedstrijd in tweede. En dat is toch wat lastiger. Dat was wel de moeilijkste fase die je hebt gehad in je carrière bij Feyenoord, zei je? Ja, sowieso denk ik wel. Ik heb eigenlijk, bij ADO in Utrecht heb ik eigenlijk bijna altijd gespeeld. En dan is het allemaal wel wat makkelijker. Ja. En als je niet speelt, dan is het gewoon heel lastig. Heb je het gevoel dat je er niet helemaal bij hoort. Ook al is dat misschien helemaal niet zo. Maar ja, je wil graag belangrijk zijn voor het team. En als dat dan even niet gaat, dan kan je er best wel. Of tenminste, ik was er in het begin best wel depressief onder. Ja. En toen heb ik dat omgezet in energie steken in de gym eigenlijk. Ja, eigenlijk je voordeel is ook soms je nadeel. Nou, als je op heel veel posities goed kan spelen, dan ben je wel eens aan de beurt om ernaast te komen. En dat is best wel eens vervelend, want in principe hoor je niet op die bank te zitten. Zij kennen in de jaren hiervoor. Maar gebeurt het wel.
Wat, sorry? Heb je dat zelf wel eens meegemaakt? Nee, ik kom niet op meerdere posities. Nee, maar dat je dacht, ik zit nu op de bank en ik... Nee, ja, weet je, in mijn Engeland-tijd, in mijn laatste fase, maar toen had ik een zware blessure gehad. Toen dacht ik nog dat ik op niveau terugkwam. Maar ik ben nooit meer op niveau teruggekomen. Dus achteraf heeft de trainer groot gelijk gehad om mij niet meer op te stellen. En toen ben ik nog naar Nederland gegaan. Daar heb ik nog 3 jaar in de keukenkampioen gespeeld. Maar dat deed ik op 1 been. Nou, dat kon makkelijk in Nederland en in Engeland niet. Ook depressief geworden? Nee. Nee, ik begrijp wel wat hij bedoelt met depressief, want ja, je wil altijd spelen. Woord, maar het is begrijp allemaal... wat je bedoelt. Je wil altijd spelen. Je wil vrijdags, wil je horen waar je staat. Ga je toch altijd even op dat lijstje. Weet je, op een gegeven moment hoef je daar niet naar te kijken. En op een gegeven moment moest ik ineens gaan kijken of ik bij de 16 zat. Ja. Ja, en dat is wel een hele rare gewaarwording. En daar moet je mee dealen. Nou, ik kon er niet mee dealen, vandaar dat ik ook weg ben gegaan toen. Ja, je zegt ook in het magazine... Buitenland was nu het moment geweest, daar hebben we het eerder over gehad, bij je contractverlenging. Dat is in werkelijkheid vaak minder romantisch dan dat het is, dan dat je denkt. Ja, ik kan het niet beamen, maar dat is meer wat ik om me heen dan hoor. Want ik heb het zelf, ben nooit in het buitenland geweest. Maar ja, je speelt bij Feyenoord ook vaak met jongens die wel in het buitenland zijn geweest of het hebben geprobeerd. En dat het dus niet altijd zo mooi lijkt als dat het is, zeg maar. Ja, jij kan dat ook beamen, John, denk ik. Ja, nou, Engeland was voor mij een fantastische tijd. Daarna heb ik een hele slechte tijd gehad in Israël. Hè, met contractvervalsing en noem maar op. Maar dat heeft ook met de begeleiding daaromheen te maken. Dus dat was een hele slechte. Maar ja, weet je, zo heb je allemaal wel eens wat. Maar ja, weet je, het lijkt altijd wel holala, maar ja, als je... bij een club als Feyenoord zit en je hebt het naar je zin en je voelt je daar prettig en de club spreekt ook vertrouwen uit en willen jou een nieuwe aanbieding doen voor een lange termijn en ook eens nog eens daarna meedenken, ja, waarom zou je dan dat blokkeren en toch ten koste van alles willen naar het buitenland? Ja, want een verkeerde keuze kan wel de rest van je carrière beïnvloeden. Ja. Nou ja, en je weet wat je hier hebt, dat is je eigen gevoel, wij kunnen wel vinden dat. Maar ja, dat zijn spelers en de mensen daaromheen die daarin mee beslissen. Nou ja, als men dan daarin beslist, ja, dat is toch mooi. Ja, sommige jongens zijn natuurlijk avontuurlijk ingesteld. Ja. Het is ook wel een ervaring die je meekrijgt. Alleen, ja, ik ben daarin wat meer behouden, denk ik. Ja, en daar heb je ook een pizza. Ja, precies. Wat ik ook een grappig onderdeel van het verhaal vond in het Feyenoord Magazine, is dat je zegt dat Feyenoord en de supporters van Feyenoord een soort oergevoelens in je losmaken. Dat kunnen we af en toe ook wel zien op foto's of bij juichmomenten. Je haalt aan die 1-0 tegen FC Utrecht in het kampioensjaar, dat je op die boarding gaat staan richting vak S. Ja. Je zegt dat is eigenlijk, herken ik mezelf daar bijna niet in. Nee, dat klopt. Normaal doe ik dat eigenlijk niet. Dan loop ik vaak naar degene die daar assist geeft. Maar ja, toen, weet ik niet, was een belangrijk moment of zo en ja, toen sprong ik op de boarding. Ja. Dat is de enige keer dat ik dat heb gedaan, dus... Hoe deed jij dat, John? Herken je dat de Kuip af en toe zo gevoelens bij je losmaakt dat je je later zelf terugziet en denkt, was ik dat? Nou ja, een goal maken is altijd euforie. Als je ziet hoe de mensen op die tribune tekeer gaan en eigenlijk meeslepen, hij geeft het eigenlijk al aan. Hè? Als ik me dan terugzie, dan denk ik bij mezelf, jeetje, waarom heb ik dat gedaan? Of hoe komt dat dat ik dat gedaan heb? Ja. Maar op het moment dat je die bal erin maakt en je kijkt naar het publiek, ja, die zuigen je gewoon op. En dan ga je daar gewoon in mee. En ja, dat is ook mooi om te zien, toch? Ja, zeker. Want ik persoonlijk vond ik het allermooiste moment van jou juichen te zien, na die 1-0 van Dirk, iedereen bovenop Dirk en je ziet Jens Toornstra ergens aan de zijkant. Ik kon hem net ergens tussen, kon ik hem bij. Een hoofd die op een plekje staat. Ja, dat was wel echt de mooiste wedstrijd van mijn carrière, denk ik ook. Ja. Dat ik in de warming-up eigenlijk al gewoon kippenvel had, door de atmosfeer die er hing. Het zat al helemaal vol. En dan na een minuut gelijk die 1-0, ja, dat was wel echt heel mooi. Dan kan ik me voorstellen dat zo'n fotoshoot, als je niet echt van het uitbundige ben, dat zo'n fotoshoot misschien niet helemaal iets is wat in je straatje past. Nee, dat is niet mijn ding. Nee. We moeten wel geregeld fotoshoots doen, maar ik ben nooit echt helemaal op mijn gemak. Zeg maar.
als ik mezelf ook daar, ik moest een beetje kracht uitstralen, dan zie ik me daar een beetje boos kijken. Ja, dat vind ik wel lastig, maar goed, het hoort erbij. Ja, hoort er gewoon bij. Als voetballer zijn er zelfs al die rand. Ja, tegenwoordig, ik weet niet hoe dat vroeger was, maar tegenwoordig heb je veel dingen eromheen ook wel. Is het leuk dat je dat zegt, hoe dat vroeger ging? Daar hebben we namelijk beelden van. Oh. Een videoband, een voetbalband, VI-band. Ja, ken je dit nog, John? Ja. Ik zie daar ook rook. Dat is er bij mij ook. Dus dat is niet nieuw in ieder geval. 007 wilden ze een beetje naar. Ja, wat is dit, John? We zitten hier naar te kijken. Het is met Wilfried Gené in zijn jonge jaren. Die heeft toen een hele videoband gemaakt, ook bij me thuis, bij mijn ouders. En dat was toen, in die tijd was het uniek dat je zo'n videoband had. Dus ja, ik was aan de ene kant was ik daar hartstikke trots op. Ja. En mijn ouders waren toen wat minder, want die wilden niet zo graag voor de camera. En die allemaal achter de camera, die vonden het allemaal maar too much. Maar ja, dat zijn nu wel mooie dingen om nog te hebben. Weet je wel? Ik ben niet een jongen die altijd terugkijkt naar vroeger. Maar mijn vader, die gisteren 20 jaar geleden overleden was, heeft altijd videobanden gemaakt en behouden en alles gespaard. Ja, en heel af en toe is het best nog wel eens leuk en mooi om daarin terug te kijken. Ja, want even voor de duidelijkheid, je zegt op het laatst De Wolf, John De Wolf, om hem even helemaal af te maken. Ja, klasse teksten natuurlijk. Met de teletext overhemmetjes aan. Nee, maar ja, ik dat was in die tijd en tuurlijk, weet je wel, veel publiciteit, maar bij mij ook, ik heb het vaak gezegd, het allerbelangrijkste is presteren op het veld. Ja. En op het moment dat je presteert op het veld, word je interessant voor de mensen eromheen. In de interviews en noem maar op. Het moet niet zo zijn dat je overal interviews gaat doen en overal tv te zien en dat je niet presteert op het veld, want dan ga je kop eraf. In het magazine zeg je ook, vorig jaar was de start van het seizoen heel erg belangrijk. Nou, we zitten nu natuurlijk aan de... Is elk seizoen zo? Maar... Elk seizoen natuurlijk, maar nu zitten we aan de vooravond van de start van de competitie. Voorbereiding zit er officieel op. Hoe kijk je terug op die voorbereiding? Ik heb het begin gewoon meegedaan natuurlijk. Nieuwe trainer, nieuwe inzichten in het spel, zeg maar. Dus daar zijn we met z'n allen mee aan de slag gegaan. Wat zijn die inzichten? We proberen heel erg van achteruit op te bouwen. En je ziet dat we daar nog wel stappen in moeten maken. En zoals de trainer na de wedstrijd tegen Southampton ook zei, van soms kan het ook niet. Dat moeten we ook goed gaan leren herkennen. Dat eigenlijk. Dus proberen te voetballen. En hoe we nu druk zetten is ook iets anders ten opzichte van vorige jaren. We doen het nu echt met de drie voorste aanvallers. Proberen we dat te doen. Al zal dat ook verschillen, want je kan ook met middenvelders druk zetten. Ja. Ja, dat soort dingen. Dat probeer je er een beetje in te snijpen. Qua resultaten is het natuurlijk geen goede voorbereiding geweest. Maar gelukkig zegt dat uiteindelijk niet zoveel. We moeten nog wel stappen maken, zeker. Maar er komen heel veel wedstrijden aan, dus dat is... Hoe zit het met dat, je zegt druk zetten, andere manier van druk zetten, hoe gaat dat in zijn werk? Nou, het is niet heel bijzonder of zo, maar het is gewoon dat de trainer daar een bepaalde visie in heeft. En die moeten wij zien uit te voeren en ons eigen maken. En daar zijn we mee bezig geweest in de voorbereiding, dat wil ik eigenlijk zeggen. Ja, je zei ook dieper inzakken, de opbouw eigenlijk nog eerder beginnen. Dat heeft ook te maken met een nieuwe spelregel, dat de bal van de keeper niet eerst buiten de 16 meter gespeeld moet worden. We spraken daar Jaap Stam eerder die week over hoe dat zijn invloed heeft op het spel van Feyenoord. Dat verandert het zeker, want dat verandert voor de ploeg dus aan de bal. En dat heb je gisteren ook gezien dat het ook negatief kan uitpakken als je dat niet goed doet. Hè. Zo redelijk moeten we ook al zijn. En daar moet je ook bepaalde keuzes in maken, wanneer wel of niet. En uiteindelijk is het zo, als je dus dat wel doet, dat je wel goed moet beseffen dat een tegenstander dus, dat je dus heel dicht op de goal staat. Dus als je dus onder druk gezet gaat worden op een agressieve manier, dat het ook maar zo heel pijnlijk kan zijn op bepaalde momenten. Maar als het lukt, geeft dit overal verder op het veld de lucht die je wil. Als je dat goed kan uitvoeren, dan betekent dat in de rug van de spitsen weer meer ruimte gaat komen. En dan gaan de middenvelders dan weer inzakken. Dat betekent dat de middenvelders van een tegenstander ook weer moeten gaan doordekken. Dus te komen in de rug van die middenvelders
krijg je dus ook weer meer ruimte. Dat betekent dus dat de spits eigenlijk, als je dus steeds weer een linie verder gaat, ook wat meer ruimte kan gaan krijgen. Nou ja, en als je dan een samenwerking met spits en buitenspelers hebt, dus als een spits gaat in de bal komen, dan denkt de centrale verdediger van de tegenstander, ik ga ook nog helemaal mee misschien doordekken. Die komt dan ook halverwege de helft van ons nog in het doordekken. Waardoor dus als je dus het slim speelt, een buitenspeler in zijn lopende acties misschien in grote ruimtes kan komen. Als wij dus het duel winnen en in hele grote ruimtes ook in de 1-1 situatie kan komen. Nou, en dus elke keer is weer, elk moment is eigenlijk weer een gevolg van. En durf je dat zo uit te voeren, kun je dat goed bespelen, nou ja, dan kan dat iets heel moois opleveren. Ja, op Stam zeggen heeft het uiteindelijk heeft het zelfs de buitenspelers die daar een profijt van hebben. Het werkt echt helemaal door over het hele veld. En hoe is dat voor jullie als spelers? Ja, even wennen. Maar je kan er wel je voordeel uit halen omdat je de ruimtes groter maakt, zeg maar. Ja. Maar moet een centrale dan uit de 16 blijven en nu staat hij erin, waardoor het voor de aanvallers de afstanden groter worden, zeg maar. Ja. Dus hebben wij iets meer tijd en kunnen we iets makkelijker opbouwen. Ja, plus als een centrale verdediger een van de twee niet durft door te dekken, dan ga je ergens anders op het veld, als je vast wil zetten, ga je altijd ergens een man overhouden. Ja. Dus ja, dan de goede voetballende teams gaan die vrije man zeker zoeken. Brengt ook risico's met zich mee, zagen we tegen Southampton. Dat is niet direct een uitspeelbal van Vermeer of een keeperbal, maar ja, dat brengt risico met zich mee. En je eigen 16 is altijd risico met voetballen. Daar, in principe hou ik daar niet zoveel van. Alleen ja, als de ruimte ervoor is, dan moet je voetballen. Maar ja, als het er niet is. Maar dan moet je als speler moet je gaan herkennen. En in gaan zien wanneer wel en wanneer niet. En ja, ik denk dat afgelopen week met Van Beek, die zal het geen tweede keer meer doen. Nee, dat zijn de momenten dat je denkt, ja Ik stond nu voor joken. Ik heb mijn ploeg heb ik een goal weggegeven. Dat gaat mij geen tweede keer meer gebeuren. Ja. En daar moet je ook van gaan leren. En je moet ook als speler daaromheen moet je ook wel even kijken hoe iemand staat op het moment dat jij iemand een bal inspeelt. Ja. En dat is een goede leer hopelijk voor het vervolg. Ja, dat kan al een hoop, zeker voor voetballende ploegen, kan een hoop opleveren, denk ik. Het vroeg opbouwen om de ruimtes te creëren. Ja, en zo voor beide aanval in ieder geval. Ja. Van de tegenstander al de bal te hebben voor beide hun aanval, zeg maar. Maar goed, ja, we moeten gaan kijken of we dat zeg maar constant kunnen gaan doen. Ja, nieuwe regels. Elk seizoen nieuwe regels. Ook in jouw tijd, John, had jij ermee te maken. We hebben een momentje gevonden hoe dat vroeger ging. Laten we even naar kijken. We zien de beelden. John, vertel eens waar we hier naar zitten te kijken. En welke regel het hier om gaat, weet je nog? Ja, volgens mij is dit. Ik zie hem nu ook voor het eerst, hè, dus we hebben niks besproken. Volgens mij is dit de Supercup. Zo heette het toen nog. Ja. En toen was er net een nieuwe regel. Als je een hensbal maakte met een doorgebroken speler. Of waar een scoringskans uit zou komen. Dan zou je direct rood krijgen. Ja. Nou, ik zei de gek, maak tegelijk hensbal. Dat bijna in je handen. Ik moest het met rood vanaf. Volgens mij wonnen we wel die wedstrijd met 1-0. Zeker weten. We wonnen de eerste Supercup. Ja. Maar, ja, dat was een nieuwe regel. Dus ja, dan op het moment dat je het doet, het was meer een reflex. Maar ja, je wist wel gelijk van, het is nu kan ik naar de kleedkamer. We gaan het hebben over de stand van zaken bij Feyenoord, Jens. Veel geschreven over de situatie binnen de club. Wordt gesproken van onrust. Merk je daar zelf iets van als speler? Ik kan moeilijk zeggen dat we er helemaal niks van meekrijgen. Want je krijgt het wel mee. Ja. En je merkt dat er hoop gaande is. Alleen aan ons is het de taak en de kunst een beetje om gewoon bij elkaar, wij hier op 1908, gewoon ons eigen ding te doen. Ja. En dat proberen we dan ook. Goed, en verder, wij hebben er weinig invloed op ook, zeg maar. Ja, John, jij kijkt daarna als relatieve buitenstaander. Wat is jouw idee over de situatie van Feyenoord vandaag de dag? Nou, ik hoop één ding, en dat heb ik vorige week ook bij Fox voor de camera gezegd, dat Berghuis heel snel beslist en desnoods een jaar of twee jaar bijtekent. Waardoor er al rust gecreëerd wordt dat een van de betere spelers sowieso bij Feyenoord blijft. En ik hoop dat er binnenkort ook nog wel een speler bij komt. Want voorin vind ik het toch in principe te magertjes op dit moment. Ja, maar we gaan wel zondag spelen voor, voor de competitie. Kan je stellen dat het voldoende op orde is voor de start van de competitie?
Nou ja, kijk, je zou in de Nederlandse competities kan je in sommige wedstrijden nog mee wegkomen. Hè? Want het is niet zo dat de spelers lopen die er helemaal niets van kunnen. Hè? Maar ik denk dat, hè, ik heb het even over Vente, dat heb ik vorige week ook gezegd. Ik denk dat het een prima spits is, alleen nog niet goed genoeg voor Feyenoord 1 om constant er blijven te staan. En vorige week had hij een kans, nou ja, dat laat zien of je een goede of een aardige spits bent. En bij Feyenoord, voor hem is het prettig om een kwartier, 20 minuten mee in te vallen, dan er nu al te moeten staan en te moeten presteren. Ik denk dat het voor hem, voor zijn ontwikkeling, beter is om ergens anders in de Eredivisie elke week aan de bak te kunnen. Bij een ploeg die wat lager staat. Maar dat is er op dit moment niet. En ik hoop dat er binnenkort wel een spits bij komt. Want als ik mag geloven van de buitenwacht, duurt het nog wel eventjes met Jurgens. We gaan het zien. Nog even de actualiteit meepakkende van de persconferentie zo net. Larsson is weer beschikbaar. Kenneth Vermeer is nu de eerste keeper. En Luciano Narsing zegt fit om te spelen. Zitten er nog verrassingen voor jou bij, Jens? Van dit nieuws? Ja. Nee. Ik was hier vanochtend al. Dus ja, nee. Dat is allemaal geen verrassing. Voor jou, John? Kenneth Vermeer is de keeper. Nee, is geen verrassing. Terecht. Narsing, blij dat hij nu fit is om te beginnen. Hoe lang hij het dan vol gaat houden, dat moeten we dan maar zien. Maar met zijn ervaring, met zijn snelheid en met zijn goede voorzetten, ja, is het een bruikbare speler. En kan je ermee beginnen en kijken tot hoe lang hij het volhoudt. En is hij op, ja, dan wissel je hem. Moet gaan gebeuren komende zondag in de Kuip. Feyenoord tegen Sparta Rotterdam. Feyenoord staat zondag voor de 64ste keer aan de Eredivisie. En doet dat dit keer met de stadsderby van Nederland. Feyenoord-Sparta Rotterdam. In de competitie ontvingen we de Spartanen 53 keer eerder in de Kuip. En dat leverde ons 34 overwinningen op. En 9 keer vertrok Sparta met de overwinning naar Rotterdam-West. De laatste keer was op 26 maart 2000 toen Noerdin Boukari ons een grote teleurstelling bezorgde. Zij is mee, Barber sluit aan. Boukari. Na deze nederlaag won Feyenoord thuis 19 keer op rij tegen een Rotterdamse tegenstander. En 9 keer was dat tegen Sparta. Feyenoord-Sparta stond 29 april 2018 voor het laatst op het programma en toen draaiden we een 1-0 achterstand om in een 3-1 overwinning door 2 doelpunten van Steven Berghuis. Van Persie terug op Berghuis of El Amadi, die legt hem voor en daar is de 3-1. En het is Berghuis die zijn tweede maakt en nu heeft El Amadi dan wel een echte assist op zijn naam. Vorig seizoen gingen we in de openingswedstrijd hard onderuit tegen de Graafschap, maar de laatste 13 keer dat we in de Kuip de competitie openden, deden we dat met een overwinning. Het laatste puntenverlies komt uit het seizoen 1988-1989 toen we met 2-2 gelijk speelden tegen landskampioen PSV. Weer Mitchell. En nu is het Van Breukelen. Oh, dat gaat raar. Mitchell plotseling. Is dat geen buitenspel of is het 2-0? Het is 2-0. Feyenoord en Sparta speelden 2 keer eerder tegen elkaar in de Kuip tijdens de eerste Eredivisie speelronde. In 1959 verloren we met 1-0 en op 19 augustus 2001 waren we met 5-0 te sterk voor Sparta. Goeie pas. Hamilton. En dan is het Leroy Fair kwam op 28 augustus 2011 voor het laatst officieel in actie voor Feyenoord in de thuiswedstrijd tegen Heerenveen. En zondag kan hij na bijna 8 jaar zijn rentree maken in de thuiswedstrijd tegen Sparta. Ondanks zijn lange afwezigheid is Fair wel één van de 3 selectiespelers die meer dan 100 eredivisiewedstrijden op zijn naam heeft staan voor Feyenoord. Liam Kelly kan de tweede Ier worden die voor Feyenoord in de eredivisie speelt. David Connolly ging hem voor en scoorde 7 keer in 25 eredivisiewedstrijden. Dylan Vente begint aan zijn derde seizoen in Feyenoord 1. Zijn eerste goal maakte hij op 17 december 2017 tegen Sparta. Voor beide trainers wordt het zondag een speciale wedstrijd. Jaap Stam maakt als coach zijn eredivisiedebuut met Feyenoord en voor Sparta-trainer Henk Vrezer blijft de Kuip altijd een bijzondere plek. Vrezer speelde tussen 1990 en 1997 138 competitiewedstrijden voor Feyenoord. Feyenoord-Sparta gaat zondag om 2:30 van start in de Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkely. Jens, we zien een doelpunt van jou voorbij komen tegen Sparta. Misschien wel een van je mooiste doelpunten ooit? Qua uitvoering wel, ja. Ja,
Ja. Daar zit... ik zou mijn been breken, denk ik, als ik het zou proberen. Nee, dat kan je ook. Ja, denk jij. Ja, ik had ook geluk. Gewoon een keertje goed raken, joh. Gewoon een keer proberen. Ja. Sparta is de tegenstander. Hoe bereiden jullie je voor op een tegenstander die, ja, net als jullie, nog geen wedstrijd voor het Echi heeft gespeeld? Je probeert eigenlijk vooral naar jezelf te kijken. Kijk, als je op papier kijkt, dan moeten wij gewoon winnen van Sparta. Dus ja, we moeten gewoon ons eigen ding doen. Daar is ook op getraind deze week. En ik hoor net dat Sparta een goede voorbereiding heeft gedraaid. Ja, John. Willem II gewonnen, FC Groningen gewonnen. Ja. Dus die hebben best wel een aardige en goede resultaten behaald. Ja, dus we moeten er ook niet te licht over denken, maar dat gaan we ook niet doen. We hebben, wat je net ook al zei, vorig jaar was de start natuurlijk niet zo goed. En daarom zijn we er dit jaar eigenlijk extra op gebrand om gewoon goed te starten. Want dat scheelt gewoon een hele hoop. Ja, we gaan het zien komende zondag. We zijn aan het einde gekomen, mannen. Wat staat er voor jullie op het programma komend weekend? Je gaat niet spelen in ieder geval zondag. Dus ik veel hier revalideren om 19:08. Ja, en ik ga wel de wedstrijd kijken natuurlijk. Ja. En zaterdagavond is John bij Oh Wat Een Jaar een herhaling van het programma. Ja, dus, ik heb eerst bij Spakenburg. Spakenburg spelen we tegen Eendijk. Dan ga ik voor Fox naar VVV RKC. En zondag sta ik in de Kuip bij Feyenoord Sparta voor Fox. Mochten jullie nog niks te doen hebben komende zondag en je hebt nog geen kaarten voor Feyenoord Sparta in de Kuip, er zijn nog kaarten beschikbaar, evenals voor het duel komende donderdag in de Europa League. Dus haal die kaarten en wees erbij in de Kuip bij die prachtige ontmoetingen tegen Sparta en in de Europa League. Jens, het slotakkoord is aan jou in deze uitzending. Het tekenen van het shirt hierachter. Ja. De kijker kan het niet zien, maar je naam staat achterop met je rugnummer natuurlijk, 28. En kijkers kunnen dit shirt winnen. Hij wordt verloot onder de abonnees van het YouTube-kanaal van Feyenoord. Het zijn er inmiddels 100.000. Maar mocht jij nou nog geen abonnee zijn, abonneer je dan snel. En dan maak jij ook kans op het shirt van Jens Toornstra. Gesigneerd door Jens zelf. Jens, dankjewel. Graag gedaan. Heel fijn dat je er was. John, jij bedankt. Volgende week weer. Als het mag van je. Ik vind het leuk. Goed zo. Top. Jullie bedankt voor het kijken. Goed weekend. En maandag zijn we weer terug op Fox Sports met een nieuwe aflevering van Feyenoord TV.